Ze laten zichzelf in de steek. Nou, we laten ons in de steek. Een aantal die is hier gewoon om op televisie te komen, denk ik. Het is gewoon een big fuck you naar, nou ja, hier, kijk, naar dit. Ja. Naar de baasdrainer. En onbewust weten ze toch wel dat er iets niet klopt wat ze doen. Want het heeft niet voor ze gewerkt. Nee, en dit gaat ook niet voor ze werken. Nou ja, zolang ze niet zien wat ze zichzelf aandoen long term, zodat ze dat niet in beeld hebben, waarom zou je iemand dan veranderen? Lucia en Erik maken zich zorgen over hoe de leerlingen zich opstellen aan het begin van de laatste week van Dream School. Een zwaar weekend gehad. Wat zei je? Een zwaar weekend gehad. Ja, ik was fucking dronken. Je was fucking dronken. Het is de laatste week en dan komen ze zo binnen. Ik heb dit weekend gewoon weer dronken. Ze zullen echt wel moeten gaan begrijpen dat als je een doorbraak wilt, dat er ook ergens een besluit genomen moet worden. En de knop moet worden omgezet. Relax dat je meedoet. Iedereen heeft zo, een mening. Zo, alsof ik nooit meedoe, joh. Dat weet ik niet. Ik zeg nu gewoon nee, vandaag maar dat tegen zeg jou je met een soort van nasmaak aan, joh. Godverdamme. Ik zeg het tegen iedereen als ze wat aardig zeggen. Dus je hoeft niet het zo persoonlijk te maken. Dat hoeft helemaal niet. No, dus. Mijn mening is dat je heel erg gevoel bent voor jezelf. Jouw mening is... Sorry. Jouw hele houding. Als ik zo'n houding opstel, dan krijg ik gelijk een gesprek. Jouw hele houding, jongen. Mijn hele houding, jongen. Emma, mag ik jou vragen of alsjeblieft weg? Heel graag, dankjewel. Top. Emma, wat is er gebeurd? Ik ben de les uitgestuurd en ik wilde zelf ook weg, dus... En waarom ben je de les uitgestuurd? Omdat ik er geen zin meer in had. Gewoon zijn hele houding tegenover ons vind ik niet normaal. Zijn houding? Ja, zijn houding. Hij is wel erg in zijn eentje daar, hè, als docent. Gewoon, die manier waarop hij doet vind ik gewoon echt niet kunnen. Dan maakt hij een opmerking met een soort van... Ja, dan doet hij alsof het geen trap na is, maar dat is wel zo. Ik ken daar niet tegen. En ik ken daar echt niet tegen. Waar moet ik dan aan denken? Welke opmerking? Nou, gewoon. Dan moet je maar sinds de les zitten 10 minuten. Dan zie je er genoeg. Nou, ga zitten. Sorry? Ik zeg, ga dan maar even zitten. Dan weet ik het even ook niet meer. Vandaag ga ik niet tegen die cactus van Emma aanlopen. Ik laat hem maar een beetje. Als zij daar in die deken met vuurderandje gekkigheid... Nee, mijn energie gaat vandaag niet naar Emma. Maar Erik heeft het dus niet alleen gehad met Emma. Vanaf de start van de dag loopt hij zich al op te winden over wat hij ziet gebeuren. We zouden degene die instappen misschien in die laatste week moeten beschermen tegen de gasten die gewoon echt niets doen en alles saboteren. En hoe dan? Ja, kijk, ze wegsturen, dat is ook weer zo zwak. Want dan doen we wat die scholen altijd gedaan hebben. Ja. Maar ik begin die scholen wel steeds beter te begrijpen, hoor. Ja. Op zich kennen Erik en Lucia gedrag als doorzakken in het weekend en chaos in de les ook uit andere jaren. En zeker zo op 2/3 van het proces. Maar met de begrafenis van zijn vader in het verschiet heeft Erik er weinig geduld voor. Ik voel me ook een klein beetje genaaid. Ik pers nu 50 uur in de dag om alles geregeld te krijgen. Ja. Hè, thuis, de begrafenis. En zelf hoeven ze vrij weinig te doen en ze stappen niet in. Dus misschien zit hij ook wel even bij mij, die woede. Ja. Maar ik trek het slecht. Dat, waarom zeg je niet? Het is heel logisch dat je de kleren in hebt. Dat je dat halfbakken aan die kant ziet. En dat mag je toch best vanuit je hart zeggen. Ik denk dat er bij een aantal niets er meer uit. Het lijkt alsof we misbruikt worden eigenlijk. En dat Dream School misschien iets heel anders voor ze is. Uithangbord dadelijk op Snapchat of Insta. Ja. Wat komt Jelle doen? Kom op. Misschien zit er een soort boosheid op mijn systeem. Ja, dan zijn er nog een aantal die niet uit hun patronen willen. Dus ik denk dat het toch het blijven wijzen van kijk eens wat je doet. En het is ook heel eng als je niet weet wie je bent. En dat je altijd in een rol gespeeld hebt. En laten we ze niet opgeven. Die moet dan wel echt uit mijn tenen komen. Want ik heb enorm de behoefte om te zeggen tegen die gasten... joh, als dit je gedrag is en je bijdrage, rot een nop. Hè? Ja. Hoeveel leugens moet ik nog in mijn gezicht krijgen van jullie? Maar zij moeten dit toch ook terugzien? Zij moeten zichzelf toch in de spiegel kijken straks? Met het spel wat zij spelen. Laten we niet te snel alle resultaten nu willen. En hoop houden dat als ze zichzelf zien... dat ze kunnen zien van... shit. Dat is mijn intentie. Dat ze daarvan leren. Ja, ik weet dat het moeilijk is om hoop te houden... Maar zij vertegenwoordigen wel de maatschappij. En als we dan opgeven aan... Het is makkelijk om... Zij hebben al opgegeven, dus laten wij niet opgeven. Intussen lijkt schrijver Philip Huff in het klaslokaal de boel behoorlijk vlot te trekken. Ze praten over dilemma's uit zijn boek. Zoals, ga langs bij je doodzieke vader als hij je dat vraagt na jaren van geen contact. Als zoon zijnde zou ik echt 100.000% naar mijn pa gaan dan. Want ik
zou mijn hele leven met een schuldgevoel rondlopen als ik die niet meer zou zien. Ook als je hem 60 jaar niet hebt gezien en dan zegt hij, oh, ik ben je vader. 60 jaar is overdreven natuurlijk. Ja, mijn vader en zijn broer die hebben echt 35 jaar niet hun echt vader gezien. Maar hij heeft hen ook gewoon niet goed behandeld. Maar mijn vader wou gewoon als zijn vader zien, hoor. Ik zelf zou zeggen, bij leven niet, bij dood niet. Ja. Dus gewoon niet. Als jij zo lang er niet bent geweest, hoef je ook niet op het allerlaatste moment toch nog even je kans te grijpen. Maar ik weet natuurlijk niet wat daarvoor is gebeurd, wat die vader tegen die zoon heeft gedaan, want ik heb het boek natuurlijk niet gelezen. Ja. Dat is dus waarom het voor volgende keer als je zoiets hebt, dan merk je dus als we allemaal het boek wel hebben gelezen, dan kan je het dus precies hebben over wat je net zegt, de specifieke omstandigheden van een geval. Ik zat lekker in de les. Ik had er ook gewoon zin in. De allereerste les van die man vond ik eigenlijk geen moer aan, maar... Ja, uiteindelijk na 3 lessen van hem mag ik hem echt zeer zeker. Jij zei net dat je het niet zou doen, maar stel dat je 10 jaar geen contact hebt met je vader en het is gewoon puur gebrek aan contact, zou je dan wel naar hem toe gaan? Maar waarom komt het gebrek door contact dan? Als hij gebrek aan interesse belt, dan misschien 10 jaar of zo. Lang. Nee, sorry, dan hoef je hem ook niet te bellen na 10 jaar. Als het alleen daaraan ligt, nee, helemaal niet juist. Dan ga ik daarin mee. In die film zocht die vader wel het contact. Dat heeft hij wel gedaan. Ja, ja, okay, maar daarom zei ik, het ligt aan de omstandigheden die er zijn. Ik heb het boek niet gelezen en de film ook niet gekeken. Ik denk dat wat Philip wilde is vooral contact maken. Dat heel belangrijk is door over dingen te schrijven of te praten. Dat het toch een manier van verwerking is of erkenning zoeken in elkaar. Ik heb ook een gecomplexe relatie met mijn vader, weet je wel. Dus dan, als je dat opschrijft en een verhaal van maakt, dan merk je dat andere mensen dat ook hebben. En dan kun je er met elkaar over praten. En dan kom je dus tot inzichten bij jezelf en bij anderen. Er is nog een ander groot moreel dilemma in het boek. Vreemdgaan? Vreemdgaan? Wie gaat er wel eens vreemd? Wie gaat er wel eens vreemd? Nee, grapje. You niffel. Jongens. Oké, slot op de pot met de stoelendans. Dus we zitten gewoon nu even waar we zitten. Is goed, nou ben ik ermee. Oké, 2. We proberen nog even voor de laatste 10 minuten stil te zijn en naar elkaar te luisteren. Dan hebben we er meer aan dan als ik topjes op elkaars hoofd leg om de boel weer te verstoren. Dat is een goed voorbeeld weer van hoe het was. En kijk, ik weet gewoon niet. Wat zeg je, Damien? Dat je gewoon niet weet wat je moet doen. Ik weet heel goed wat ik moet doen. Oh, oké. Okay. Omdat je zelf maar zo zit te kijken van iedereen praat, maar... Ja, ik vind... Nee. Ik bedoel dit niet lullig of zo, hoor. Oh, maar ik voel me ook niet... Oké, okay. Maak je geen zorgen, maar daarom vroeg ik aan het begin, hoe lang doen jullie dit al? Werkt deze aanpak? Ik vind dat je misschien... Wacht even, weer even tot stil. Te veel vrijheid geven. Dat je sneller moet zeggen van... Dan moeten jullie jou pakken. Oké. Wie van jullie vindt dat ik, of welke andere docent hier dan ook is, om streng tegen jullie te zijn? Is streng te vragen als iemand stil wil zijn? Consequent. En ik vraag toch de hele consequent, tijd... Dat ik vraag toch de hele tijd consequent of stil kan zijn? Ja, zachte manier, hoor. Ja, maar dus daarom zeg ik streng. Wie van jullie vindt dat docenten hier zijn om op harde wijze dat soort vragen te stellen? Ik vond hem wel te soft. Gewoon op een hardere manier toespreken, denk ik dan. Misschien wordt het dan duidelijker. Zijn er 2, 3? Dat vind ik te gek dat jullie dat vinden. Alleen, ik ga hier niet streng tegen jullie doen. Jullie zijn allemaal... Ach, wel, hoor. ...leerlingen die hier zijn... omdat jullie ervoor gekozen hebben om mee te doen. Jullie willen er allemaal zelf hopelijk iets van opsteken. Jullie zijn allemaal oud en wijs genoeg om erachter te komen dat de manier waarop jullie dat doen nu niks voor jullie oplevert. Bijvoorbeeld, ik heb vorige keer met Jelle een gesprek gehad. Vorige keer maakte hij heel veel grapjes. Dat leidt best wel af. Nu doet hij dat niet. Volgens mij hebben wij nu veel beter gesprek met elkaar. Ik heb gemoeid dan vorige keer, hoor. Heel rustig. Het is toch jullie verantwoordelijkheid om rustig te zijn. Ik bedoel, ik kom hier al niet om een boek te verkopen, maar ik ga je zeker niet op een maandagochtend komen om streng te zijn tegen mensen die ik niet ken. Ja. We zijn bekend. Nee, maar oké. Okay. Wat is mijn advies, bro? Zeg, we zijn bekend. Bekend. Bekend van? TV. Oké, stop. Dit vind ik ook te interessant. Bekend van TV, bro. Yves zegt, we zijn bekend van TV. Ja, dat is gewoon een grapje. Maar wie van jullie doet mee aan dit programma dat hij denkt, straks ben ik op TV? Nee, dat niet. Ik wel. Oké. Okay. Nee, maar niet om bekend te worden, maar ik heb wel de achterliggende gedachte van ik kom op tv. Ja. Want ik wil andere jongeren die deze kans niet krijgen, laten zien dat wij allemaal kunnen veranderen. Goed en het zo. Maakt niet uit welke positie we zitten. Ja. Maar Damien, oké. Echt, met alle liefde die ik voor jullie voel, ik heb nu 3 lessen met jullie gedaan. Dit is toch een performance, want jullie lullen allemaal door elkaar heen. Als jullie echt vinden dat jullie een kans krijgen die niemand anders krijgt, dan moeten jullie beter naar elkaar gaan luisteren. Maar toen ik die wijze woorden net zei, iedereen was stil. Iedereen.
jij noemt het wijze worden. Jij noemt het wijze worden. Oké, okay, jongens, we doen nog even vijf minuten. Wat is uw doel om hier aan mee te doen? Dat is een goede vraag. De reden dat ik meedoe, jij is heel simpel. Je wil gewoon mensen helpen. Er zijn in Nederland heel veel mensen die in hun thuissituatie niet de hulp krijgen die ze nodig hebben. Dat heb ik zelf ook gehad. Dus dat betekent dat als mij gevraagd wordt, wil je een keer komen praten over verhalen? Dan zeg ik ja. En dan is jullie verantwoordelijkheid om dan te proberen dat zo goed mogelijk met elkaar te doen. Wat zijn boodschap er eigenlijk mee was? Dat er mensen waren in de samenleving die op een, ja, hoe kan je het zeggen, op een minder spoor zaten dan de rest. Dat die moeten opstaan met elkaar en dat je dan wat voor elkaar kan betekenen. En dat is me wel bijgebleven bij die les. En dit is dus te gek, want jij steekt je vinger op. Goed, hè? Nee, dat, misschien klinkt het heel raar, maar je zegt, ja, je wilt meedoen voor ons, of ons helpen, zeg maar. Maar wat probeert u met deze les ons wijzer te maken? Ja, dat klinkt heel hard, maar het gaat eigenlijk alleen maar over lezen en schrijven. En ik heb nog niet het gevoel van, ja, wat ik hier wijzer uit. Heeft iemand wel iets opgestoken en zegt, nou, volgens mij heb ik dit en dit ervan geleerd? Het gaat over de situaties in het boek die dus ook gewoon in ons echt leven voor kunnen komen. Daarom is dit boek ook uitgekozen in het een of ander random sprookje. Ja, maar dat gaat wel een beetje over vreemd gaan en over al die andere dingen. Mag maar je vragen, heb je het boek gelezen? Nee. Dus je kunt dan niet zeggen waar het boek over gaat? Nee, maar wie gaat een boek lezen dan in nog geen week? Nee, ik had wel vorige keer geleerd toen je zeg maar jouw ochtend moet beschrijven vanuit iemand anders perspectief, zeg maar. Timo? De woordenkennis die wordt uitgebreider als je een boek leest, dat heb ik echt van hiervan opgestoken. Okay. En je leert zeg maar dingen zoals hij het zegt vanuit een ander perspectief bekijken. En je merkt ook dus, dat wil ik dan graag zeggen, als je geen aandacht geeft aan iets, dan is het niet interessant voor je. Jij hebt het boek niet gelezen, dus het kan jou niet zoveel schelen. Ga je op een andere manier het je manifesteren? Het kan mij wel wat schelen. Het gaat niet omdat ik me niet kan schelen, want ik vind lezen hartstikke leuk. Dus hoe kun jij zeggen tegen mij dat ik het boek niet kan schelen dan? Nou, omdat je het niet hebt gelezen en omdat je net zegt, wie gaat er in een week een boek lezen? Ik dat heb gelezen, dus je kan niet voor mij invullen waarom. Maar kom jij dan van tevoren naar mij toe om te zeggen, hey Filip, ik heb nee, het niet kunnen lezen? Nee, want ik kom fatsoenlijk de klas in zitten, terwijl ik kop en heb van hier tot Tokio. Ik kan ook gewoon al buiten dus de klas. Dus ik moet heel dankbaar zitten. Zijn dat jij er bent? Nee, maar ik weet niet hoor, maar nu doet ze net zo arrogant tegen mij hoe je ik tegen Emma. Ik doe helemaal wel met je zitten lachen en zo, maar dat moet je bij mij gewoon niet doen. Maar ben ik nu aan het lachen? Ja, je zit gewoon helemaal met zo'n geins tegen mij te praten. Ik ben gewoon vet serieus nou. Kijk, ja, dat bedoel ik. Nee, niet lachen. Ja, okay. Oh, ik ga die klas uit voordat ik aan stom geef. Gekke mogol, ik zweer het je. Oh my god, deze man, hè. Wat een kankerdebiel. En dan gaat hij op zijn hurk en dan gaat hij... zodat de hele klas moet lachen. Maar wie is hier nou de volwassenen dan? Dat bedoel ik, hij is fucking irritant, joh. Oh, ik zweer het je. Ik ga hem echt doodstompen, hoor. Abberotten met zijn kankerkop. Ja, hij moet echt opkankeren bij mij, hoor. Het gaat van kwaad tot erger vandaag. Erik is afgekomen op het lawaai en haalt Anouk naar zijn kantoor. Hij lacht mij gewoon uit recht in mijn gezicht. Dat is gewoon geen respect. En welk respect heeft hij gekregen? Ik heb hem uitgescholden voor dikke mogol. Had ik ook niet moeten doen, maar ik ga straks wel terug naar hem om te zeggen sorry daarvoor. Want ik vind wel dat ik begonnen ben, want ik ging direct in de aanval. Maar ja, ik vind wel dat hij een mogol is, maar ik ga hem wel mijn excuses aanbieden. Maar die zijn dan niet gemeend? Jawel, want anders doe ik het niet. Want ik kan ook gewoon geen excuus aanbieden, maar ik vind hem wel gewoon een mogol. Ik heb zo vaak excuses gehad met leraren, ook al ben ik het er niet mee eens. Ik bied altijd mijn excuses aan. Als jij excuses aanbiedt terwijl je het niet meent, dan moet je ze ook niet aanbieden, want je biedt niks aan dan. Je kunt dan alle twee doen. Je kan dan en beledigen en zeggen ik heb het rechtgezet. Terwijl je het in je interne dialoog heb je het helemaal niet rechtgezet. Dan heb je gewoon gezegd van nou, hij heeft zijn excuses gehad. Het is mijn cadeautje aan hem. Hij mag blij zijn. Maar zelf meen ik het nog steeds niet. Het duwt op een gegeven moment dan Jelle een beetje weg. Dan ga je ergens anders ja, zitten. Ja, want Jelle duwt mij eerst. En dat is met dansen, dat is met koken, dat is met alles zo. Dus ik treiter hem ook gewoon terug. Soms is het grappig. Nee, maar iedereen doet iets. Dus hij heeft, waar jij misschien maar van jezelf denkt dat je maar één ding doet, heeft hij 15 man of 14 man tegenover zich. Ja, ook allemaal van die prikkels. Ik snap het ook wel. Ik denk dat het gewoon een soortje is in de les en dat hij misschien daardoor ook gewoon opgefokt is. Dat weet ik niet, maar dan kan hij dat ook zeggen. Maar hij komt hier naartoe, hè? Dus zijn derde les. De opdracht was lees het boek. Maar ik ben niet de enige die dat boek niet heeft gelezen. Ja. En toen had ik die film aangezet, maar ja, ik was hartstikke brak en was ik gewoon vergeten om de geluid aan te zetten. En dat zeg je dan ook tegen hem, hè? Van nou, ik heb de film gezien, maar zonder geluid. Ja. Dus dan denkt hij ook van ja. Ja, maar ik snap ook wel dat hij zo denkt, want hij komt hier voor ons. Ik zeg ook niet dat hij alleen fout zit, want ik zit net zo goed fout. Maar niet gelijk in heeft dat hij mij uitlaat, want daar is het enige waar ik boos over ben. En in hoeverre, als ik nu even naar Lucia en naar mezelf kijk,
En de energie die we in die groep proberen te steken, in hoeverre lacht de groep ons nu in ons gezicht uit? Ja, de hele groep. Met hun gedrag? Ja, de hele groep. En waarom? Nou, omdat iedereen op elkaar nog steeds aan het reageren is en niet in zijn eigen proces doen. En iedereen die vindt alles grappig. Het raakt mij hoe de ochtend zich ontwikkelt. Ja, ik vind het ook erg hoor. Maar ik ben al gewoon hartstikke opgefokt. Maar ik wil niet door dit mijn dag laten verpesten. Want normaal was ik nu al lang naar huis ingegaan van school. En is dit het enige waardoor je opgefokt bent? Of? Ja, ik heb alleen super erg koppijn. Waar komt dat door? Nou, ik denk door de alcohol. En ik weet dat het niet goed is van mezelf dat ik alcohol heb gedronken. Maar ja, ik heb het toch gedaan en daar ben ik eerlijk over. En wat drink je dan? Waar moet ik aan denken? Wijn. En hoeveel? Veel. En wat is veel? Is dat een glas of is dat een fles of is het twee flessen? Drie flessen of zo. Hoeveel? Drie flessen of zo. Drie flessen. Ja. Drie flessen witte wijn. Echt aanslag op je leven gewoon. En dan zit je in Dream School om aan jezelf te werken. Maar dan ben je toch helemaal van de wereld? Ja, ik voelde me ook super slecht. De volgende dag ook, dus ik heb daar spijt van. Maar je wordt je eigen tegenstander. Ja, dat weet ik. Ik ben er ook niet trots op, maar ja, ik kan nu ook tegen u zeggen van ja, ik heb niks gedronken. Maar ik ben daar wel gewoon eerlijk over. Terwijl dat ik weet dat je in dit proces niet mag drinken. Dan kan je de klok op gelijk zetten, want dit zien we ieder jaar terug, dit patroon. En normaal kan ik het beter handelen dan nu. Maar ik vind het echt, ja, het constante verbreken van de commitment naar hunzelf. Inmiddels is de les van Filip afgelopen. En terwijl Anouk pauze gaat houden, checkt Erik hoe het met Filip gaat. Omdat hij vindt dat zijn les wel erg gesaboteerd werd door de groep. Ik vond dat je een beetje heel de groep tegen je kreeg vanaf de start. Ja, ik begrijp wat je bedoelt. Maar ik vind dat niet collectief agressief hoor. Het is denk ik het niet hebben van het bewustzijn dat je daarmee jezelf saboteert. Maar die kids zijn allemaal bezig met hun performance. Ja. Allemaal. Daar lopen wij tegenaan. Dat laatste stukje hè, over ouders, dan gaat het zo heel even, komt het zo los, weet je. Hoe moet je met je ouders omgaan? En dan, ja, dat wil je met elkaar hebben. Maar zij zijn zich ook nog bewust van het feit, en dat werd zelfs letterlijk genoemd, dat ze straks op televisie zijn en dan voor heel Nederland. Dus dan is het doel van zo'n les een ander doel dan, wat kan ik nou van deze les voor mezelf leren? Is dat het concept van Dream School, hè? Of speelt dit breder in de maatschappij? Dat is iets wat speelt niet alleen bij Dream School. Ik bedoel, ze hebben in Amerika zo'n onderzoek gedaan. In de jaren 70 vroegen ze aan kinderen, wat wil je later? En dan wilden ze allemaal graag een gezin en een leuke baan. En als je het nu aan kinderen vraagt, dan willen ze allemaal rijk en beroemd worden. Ja. Dus het idee dat dat belangrijk is en voldoening geeft, dat zit ook heel diep. Ik vrees alleen, wat heel weinig mensen beseffen die meedoen aan programma's, reality-programma's, dat volgend jaar is er weer een nieuw seizoen. En dan ben je dus niet bekend meer. Het verschil met Dream School is dat het de inhoud van het programma je daadwerkelijk skills kan geven voor de rest van je leven. En dat is anders dan als je meedoet aan Temptation Island. Ja. Alleen als je dus niet op die manier in het programma zit, dan levert het dat niet op. Dan gaat het verdomd weinig opleveren. Ja. Tenzij ze het naderom terugzien en denken van zo. Nou, dus dat hoop je dat het stapjes zijn. Voordat Filip naar huis gaat, zoekt hij nog een paar leerlingen op. Jelle krijgt een pep talk om toch echt een opleiding af te maken. Ik weet niet wat je moet kiezen. Ik kan je alleen wel vertellen dat wat je ook kiest, gaat nooit alleen maar leuk zijn. Nee, je gaat niet je hele leven lang met plezier naar je werk toe. Nee, maar zeker ook niet naar je studie al, vriend. Studie ook niet, nee. Maar ja, het moet wel iets zijn waarbij ik echt heel mijn leven lang plezier ervan kan hebben. En wel veel geld ermee kan verdienen. Maar het is ook zo triest geregeld in Nederland. Want je moet overal een papier voor hebben. Talent stelt niks meer voor deze dagen. Zijn je nou echt talent stelt niks meer voor deze dagen? Nou, in de meeste gevallen als je ergens solliciteert niet. Dan moet jij een papier aan kunnen tonen. Ja. Maar met media vormgeving, wat ik daar in een jaar leerde, kan ik thuis binnen een week leren. Ben je even serieus? Ja. Maar wat laat het papiertje dan zien aan mensen? Doorzettingsvermogen of zo misschien? Toch? Dat is toch gewoon dat je op tijd kunt komen, je lessen kunt doen, je huizen kunt maken. Als je voor iemand gaat werken, dan willen mensen niet alleen maar dat je talent hebt. Dan willen ze ook dat je het doet wanneer zij vragen dat je het doet. Ik heb er nooit echt zo naar gekeken hoe hij het tegen mij zei. Dat het echt eigenlijk ook wel een beetje om doorzettingsvermogen draait als je zo'n papiertje dan ziet. Wat jij ook kiest hierna, als jij naartoe gaat, denk je, ah, dit is toch niet zo leuk. Dan komt er een stage, die valt ook een beetje tegen. En dan laat je zien, maak het toch even af. Er zijn zat mensen die hebben iets gestudeerd of een hbo gedaan en die gaan niet precies dat werken. Het gaat er maar om dat je überhaupt een mbo hebt gedaan. Juist, daar gaat het om. Als je gewoon verantwoordelijkheid neemt, hè, en de aandacht en input ergens in stopt, komt er op een gegeven moment vanzelf uit. Verantwoordelijkheid ook. Ja. Mijn moeder heeft 2 keer mijn studie betaald. Ik dacht, ah, lekker makkelijk, ik stop ermee, ik ga lekker tot 1 uur in mijn nest liggen. Zij betaalt en zij verdient het geld. Ja. En die knoppen die probeer ik hier echt even zwaar om te zetten. Ja. Nou, daarom is het zo te gek dat je mijn boek gelezen hebt. Ja, te gek. Ja, je hebt het fantastisch. Vooral de inleiding.
Oh, hij gaat dan niet meer meepraten. Nee, ja, hij gaat ons afscheid nemen. Ja, doe je rot maar lekker op. Doe. Nee, doe dan gewoon volwassen. Hou de eer aan jezelf, Anouk. Anouk. Ja. Ik kan me voorstellen dat het niet prettig was voor jou. Nee, ik wou sowieso ook nog mijn excuses aanbieden omdat ik u mijn goal had genoemd. En dat was niet mijn bedoeling, maar ik was gewoon echt heel erg boos. Oké. Nou, dat is sowieso dank voor je excuses. Ja. Ik had het het fijnst gevonden als we dus met z'n allen in gesprek hadden kunnen blijven. Maar ja, het was... Hectisch. Hectisch, ja. Dus dan moet je een keuze maken. Ik snap het ook wel. Ik zeg ook niet dat u alleen fout zit. Maar ik vond het gewoon echt niet chill dat u begon te lachen. Ja. Dat was echt het enige... Ja, dan moet ik ook wel lachen. Maar dat was echt het enige waarom ik gewoon boos was. Ja. Dus... Oké. Okay. Nou, als we daar dan nu om lachen, worden we dan allemaal niet boos? Nee. Oké, okay, nou, dan doen we dat. Ja. Oké. Okay. Nou, fijn. En dat was dan de laatste, want ik ga lekker naar huis.